Maar ik ben wel heel erg onder de indruk van gewoon de manier waarop in is gestoken vanuit vele kanten om uiteindelijk accesso van de grond te krijgen. Ook vanochtend in het overleg dat ik heb gehad met de Raad van Toezicht was ik weer onder de indruk hoe mensen hier op Bonaire bezig zijn om toch, ja, noem het even het Nederlands gedeelte, de ongelijkheid, om die toch hoe dan ook op recht te trekken. Ja, in Nederland wordt er erg veel gesproken over bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid staat op dit moment zeer hoog op de agenda daar. En bijna alle politieke, ja, het hele arsenaal valt daaronder en probeert binnen die kaders ruimte te vinden om hun organisaties en hun doelstellingen overeind te krijgen en overeind te houden in het belang van de gemeenschap. En dan gaat het om de gemeenschap, de mensen die het moeilijkst hebben, die een bepaalde achterstelling hebben binnen de samenleving, de Nederlandse samenleving. Als ik kijk naar de programma's die ik toch nog toe heb gezien hier op Bonaire, dan ben ik ervan overtuigd dat dat geheel binnen die noemer past. En dat wij moeten gaan kijken hoe we binnen die noemer ook de erkenning krijgen en de extra ruimte die ervoor nodig is. Want we willen veel doen voor jeugd, we willen veel doen voor de bevolking, voor de mensen die niet geheel aan de termen komen waar ze zonder meer recht op hebben. Maar ik denk dat we zeker bij de jeugd moeten beginnen, daar ligt het accent, daar ligt de toekomst. Maar we kunnen niet om die jeugd heen als we ook het gezin en het systeem daarin meenemen. Dat is de afhankelijkheid van zo'n jongere. En de programma's zoals die op dit moment uitgevoerd worden, denk ik dat die in alle zekerheid dat volledige arsenaal, dat volledige trein van het maatschappelijk werk en alle stakeholders die daarvoor nodig zijn, dat daar een beroep op is gedaan. Het gaat er nu om, denk ik, dat we dat beroep met z'n allen kwantificeren en kijken wat onze concrete bijdrage daarin is en hoe we daarin partners kunnen blijven. Dus heel erg gericht op wat wordt nu precies van ons gevraagd, wat moeten we doen? Want daar gaat het om. Het gaat om de doelgroep, het gaat om de mensen waarvoor we aangesteld zijn. En daar moeten natuurlijk de organisaties en ons personeel daar goed voor geoutilleerd zijn om de termen te bereiken, het mogelijk te maken. Stedens en ik, mijn collega, zijn in het voorjaar van 2020 gestart met een traject, project, clustering sociale hulpverlening. Daar zijn we eigenlijk best wel heel trots op, want het is gelukt. De wens is realiteit geworden. Per 1 januari 2022 was accesso een feit. Dat hebben we gedaan samen, Terrence en ik, met een projectteam. Kijken in de wijken, op de scholen, bij de kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, hier op de Kaya Prinses Marie. Dat maakt altijd indruk op mij hoe mensen hier met hun hart werken. Dat is echt, echt heel mooi om te zien. En even een woord aan mijn collega's van accesso. Want de afgelopen 2 jaar hebben wij het je niet bepaald makkelijk gemaakt. Want mensen zijn geconfronteerd met allerlei veranderingen en onrust. Maar over het algemeen hebben mijn collega's, onze collega's, accesso omarmd. En ik vind dat echt heel knap, want het is een zware reorganisatie geweest. Dat kan ik je echt vertellen. Nina die zei, dat ding moet er komen en wij dachten, nou we gaan het maar doen. En we wilden het ook voor elkaar krijgen, maar we hadden geen idee dat we hier nu staan met deze opening. Nou, Terrence, had jij dat bedacht 2 jaar geleden? Nee. Hoe voelt dat voor jou? Contardi. Dat voelt oneigenlijk voor mij. Omdat ik het inderdaad niet had kunnen voorzien deze dag. Ook al wisten we dat we er zouden komen om daadwerkelijk te staan. En vooral inderdaad met alle collega's hier die zo hard hebben gewerkt. Voor deze zaak, voor Bonaire, dat voelt echt heel, heel erg mooi. Ik heb zo genoten, Terrence, van jouw frisse ideeën, van je scherpte, van je strategische kijk op zaken. Ik heb Terrence, ik heb jou zo zien groeien. Ik heb je leren kennen als trainee op de kamer bij Sylvana. En nu ben je gewoon een vakvolwassen beleidsadviseur. En ik zal je zeggen, Sylvana, wees heel zuinig op deze man,
koester hem, want hij is goud voor het OOP. Echt waar. En ik zou zeggen, Master Terrence, geef een applaus. En...